Muziekfabriek vanavond met werk van Yannis Kyriakides, de festivalcomponist. Ja. Zijn jullie blij met hem? Ja, nou, ja, zeker. En een van de. Er zijn natuurlijk aardig wat goede componisten in Nederland. Maar Yannis past wel goed in ons profiel. In die zin dat we natuurlijk voor de hedendaagse muziek willen staan. Maar hedendaags, wij willen liever nog staan voor de nieuwe muziek in den brede, om het zo te zeggen. En ja. Yannis Kyriakides is dan toch ook wel iemand die niet alleen strikt vanuit de gecomponeerde muziek werkt. Maar zoals we vrijdag hier ook hebben kunnen zien met zijn stuk met Andy Moore van de X. Ja, dan zit daar gewoon een hoop improvisatie in. Dan blijkt het zelf een speler te zijn die minder vanuit de structuur denkt. Hè, zoals zijn composities heel erg vanuit structuur zijn opgebouwd en keurig ingevuld zijn en verfijnd. Was dit heel rauw en soms luidruchtig. Ja, ja. En die breedte die hij daarmee realiseert, dat is natuurlijk past heel erg bij waar wij voor willen staan. Ja, ja. We hebben zo meteen nog een interview met Yannis. Dat is hier in deze live webcast zo meteen dus nog te zien. Aan het slot van deze vijfde laatste webcast van dit festival. Nog één concert, dus Muziekfabriek vanavond. Hoe kijk je er nu op terug? Het is nog niet helemaal gedaan, hè? Maar tevreden over deze editie? Ja, ja. Nou ja, wat kan ik anders zeggen dan dat het een groot succes was natuurlijk. Maar telefoon. Ja, telefoon. Altijd druk natuurlijk. Weg. Ja, precies. Maar ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn. Voorstellingen waren goed. Ze zijn technisch ook belangrijk. Of belangrijk dat het technisch ook goed gerealiseerd is. Dus dat we proberen de zaak goed te faciliteren. En direct merkt het publiek daar niet zoveel van. Maar indirect wel. Je merkt wel dat als muzikanten goed ge... Ze willen je echt hebben. Ja, ja. Terug toch even weg. Als muzikanten goed in hun vel zitten, dan presteren ze natuurlijk op hun best. Ja. En wat dat betreft is het lijkt het net voetballers of, tennissers, nietwaar? Ja. Dus we proberen goed voor de mensen te zorgen en proberen ze ook technisch goed te faciliteren. En dan hopen we dat we mensen op hun best kunnen tonen. Ja. En dat is een beetje de opzet wel. Dus het slagen van het festival zit hem van de ene kant in. Of de muziek prachtig is en ontzettend goed is. Maar voor ons bestaat die ook uit aan dat je je beste bandje voorzet om de nieuwste muziek op zo goed mogelijk manier te dienen. Ja, en dat betekent dus ook dat de muzici blij zijn. Ja, precies. Alle andere en dat die zich welkom voelen en dat die goed gehost worden. Dat de zaal goed in orde is. En wat dat betreft zitten we in een bos toch wel goed. Er is toch wel een tijd geweest dat aan ons werd gevraagd van, maar hoe kom je nou als November Music in een bos? En dan was mijn antwoord, het is hier begonnen. En als dat goed werkt, dan ga je dat ook niet zo snel eraan geven. Maar inmiddels zijn we er ook wel achter dat een sterke kant van den Bosch is ook wel dat ze hebben een zalen en faciliteiten die goed passen bij de maat die November Music heeft. En wat November Music redelijkerwijs kan maken. Hier in de Verkadefabriek en in de toonzaal. En het zijn zalen die een goede maat hebben, die een goede sfeer hebben. Ja. En dat soort zalen zijn hier een overvloed. Ja. En als je dan even rondkijkt naar andere steden, dan wordt het langer. Dan is Den Bosch een goede stad dus. Ja. Komen er veel mensen van buiten de directe omgeving van Den Bosch? Ja, inmiddels wel. Hè. Je ziet dat er mensen vanuit de stad, die komen wat vaker. En mensen van buiten de stad, die zijn wat gerichter, toch wel. Maar van oudsher komen er vrij veel mensen uit Tilburg, wat natuurlijk gewoon toch meer een echte muziekstad is. Ja, ja. En vanuit Eindhoven. Maar in toenemende mate komen er mensen uit Utrecht, uit Amsterdam. En die zijn er veel, dat heb je zelf kunnen zien. En ik denk dat is ook meegegroeid met ons, denk ik. Het duurt een tijd voordat mensen snappen dat ze waar het dan te doen is. En ik ben dan zo vrij om te zeggen van we zijn op dit moment voor de nieuwe muziek best een belangrijke plek. En daar doen we ons stinkende best voor. En dat wordt toch nog
in grotere getalen wordt dat gesnapt en gesnopen. Ja, ja, grote getalen. Laatste vraag. Cijfers heb je natuurlijk nog niet. Nee, heb ik echt nog niet. Nee. Maar heb je een indruk? Het was af en toe hartstikke vol, uitverkocht. Ja. Gisteravond, die ICM-avond, dat was natuurlijk, je kon er gewoon niet meer in. Nee, inderdaad. Ja, ja. Ja, nee, ik ben zelf de eerste die dat wil relativeren. Van ja, god, als je een grotere zaak is, dan is je niet vol, nietwaar. Maar nee, ik denk dat we hebben geprobeerd om een zaal te kiezen die past bij wat we dan doen. En natuurlijk denkend aan het publiek. En dan zijn we in de gelukkige omstandigheden dat het publiek het toch goed heeft opgepikt. En enthousiast is over het programma en daar toch gewoon in opkomst gebleken enthousiast over is. Ja. Ja, dus we hadden toch over het algemeen vrij goed gevulde zalen. Echt behoorlijk goed gevuld wel. En nou ja, voor nieuwe muziekbegrippen, want het is toch niet de meest eenvoudige kost die we over het algemeen presenteren. We proberen toch het nieuwe te laten zien in de breedte van de nieuwe muziek. Ja, ja. En dan, ja, dan is het een knappe jongen die daar een goed publiek bij weet te krijgen. En nou ja, daar zijn we dan toch niet ontevreden over. Ja, ja. Nou, dat is goed om te horen. Volgend jaar zijn we er weer. Ja, heel fijn. En ja, wat daarna gebeurt, dat weet niemand nog. Natuurlijk, maar dat geldt voor de hele cultuur eigenlijk op het moment. Nee. Dus daar moeten we ons nu op dit moment wel dadelijk druk over gaan maken. Maar voorlopig zijn de ogen nog gericht op 2012. Ja. Daar gaat in elk geval weer een editie komen. Zeker. En ja, we gaan weer nieuwe dingen uittekenen. We gaan praten met andere componisten. En, de plannen daarover zijn nog niet duidelijk. Maar ja, we hebben het idee dat we deze lijn moeten volgen. En dat we, dat we daar en het publiek en de muzikanten, de kunstenaars daarbinnen goed kunnen dienen. Ja, ja. En die lijn houden we vast. Theo, dankjewel. We zien er naar uit. Ja. Heel erg hartelijk dank voor je toelichting. Fijn dat jullie er waren. En we hopen jullie ook graag weer te ontvangen volgend jaar. Wat ons betreft graag tot dan. Ja, dankjewel. Dankjewel.